Op deze schitterende locatie broedt een oude vertrouwde bewoner van het waterrijke Nederland, de aalscholver. In Berken, midden in een veenvennetje, bouwen zij hun kolonies dicht bij visrijk water. De eerste aangekomen aalscholvers maken hun nest veilig boven in de bomen. De vogels die later arriveren, moeten het doen met een in onze ogen minder hygiënisch plekje. Een jonge vogel herken je aan de witte borst. In de broedtijd zie je duidelijk een witte vlek ter hoogte van het dijbeen, waar een overvliegend vrouwtje door wordt aangetrokken. In een strakke vlucht vliegen zij stevig en resoluut naar hun bestemming. De aalscholver zit vaak met uitgespreide vleugels om het verenkleed te laten drogen. In het nest liggen 3 tot 4 eieren. Deze worden in 27 tot 31 dagen uitgebroed. De omgeving kleurt fris voorjaarsgroen en de jonge vogels zijn al flink gegroeid. Bijna elk nest telt wel 2 tot 4 jongen. Er wordt gretig om voedsel gebedeld. Het is af en aan vliegen door de ouders om de hongerige magen te stillen. Het echtpaar paalzitters heeft ook een gezinnetje gesticht. De eens zo dominante witte broedvlek is al niet meer zichtbaar. Aalscholvers die hun voedsel zoeken door te duiken, mogen geen al te groot drijfvermogen hebben. Zij hebben zwaardere botten dan andere vogels en zwemvliezen tussen de tenen. Aalscholvers duiken vaak diep en jagen langdurig achter visjes, zoals de voren, baars, snoekbaars en paling. Met hun haakvormige snavel verorberen zij grote populaties vis, dagelijks wel 500 gram, in de broedtijd soms wel het dubbele.